Ik kan zo niet beginnen vanuit het niks over projecten te maken. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Een soort onderzoek, kunstonderzoeken doe ik. Ik bedenk van alles, ik heb allemaal vragen over de wereld of over mensen. Maar op zich is het altijd camera en documentaire. En ik onderzoek vooral mensen. Ik ga naar mensen toe en zo. En ik stel vragen. Dat doe ik. 20. Toen begon ik. Toen zat ik nog op de kunstacademie. En toen deed ik eigenlijk van alles door elkaar. Maar ik wist op zich wel waar ik mee bezig was. Maar het was wel. Het was timmeren en sculptures, installaties en tekeningen. Heel af en toe een schilderij. Na de kunstacademie ben ik naar een postacademie gegaan in Haarlem, de ateliers. En daar waren leraren die zagen mijn tekeningen en die hebben van mij een schilder gemaakt. Ja. En dat is ontzettend goed geweest. Want door te leren schilderen kon ik dus een beeld maken. En bij een schilderij komt het er echt op aan of iets goed is of niet. Hè? Of het plakt, of het echt of het af is of niet, of wat het is. En dat heb ik daar op die school geleerd. En dat, zo ben ik schilder geworden. Ik heb echt lang geschilderd, een jaar of 10 alles bij elkaar, werd het steeds smaller. En in dat smalle worden voelde ik me een beetje bekneld. Want er was heel veel in de wereld aan de hand, er gebeurden heel veel dingen om je heen. En andere kunstenaars konden daar ook heel makkelijk mee werken, als er iets gebeurde in de straat of weet ik het. En ik was daar jaloers op, ik wilde dat ook. Dus langzaam, na een jaar 6 of zo, 8, ben ik dat uit gaan bouwen. En ben ik ook dingen gaan bouwen en doen en filmen. En zo ben ik uiteindelijk terechtgekomen wat ik nu doe. En dat is gewoon eigenlijk waar ik zin in heb. Dus ja, of ik bedoel, ik ben gewoon veel breder geworden. Ja. Aanvankelijk was ik begonnen te filmen in mijn atelier. Maar het atelier is kunst. Hè? Er zijn vier kale muren. Er gebeurt helemaal niks. Dus daar was het echt heel moeilijk om te filmen en te werken. Door toeval kwam ik had een soort knieoperatie, moest ik een tijd in huis blijven. En toen merkte ik wel dat het verschil tussen het atelier en het huis al veel beter was. Ik film dingen. En dan zijn een soort, die films die ik maak, zijn een soort, net zoals nu, een soort documentaire van dingen. Maar nu ben ik bezig met een volgend project. Ik ben weer begonnen met allemaal vragen te stellen, maar dat is zonder mensen. Dus ik ben hier in huis, zoals je kan zien. Dit is een soort filmset, decor. En ik ben hier in huis begonnen te filmen, te werken. Ik ben heel ambitieus. Ik ben hartstikke ambitieus. Hè? Maar soms moet je daar ook een beetje relaxed mee zijn. Want dat kan je ook, als ik dat doe, ik kan zo ambitieus zijn dat het te veel knelt. Dus mijn toekomstbeeld is eerder dat ik dat wat meer los moet laten. Zodat ik weer kan gaan schilderen, dingen doen die ik leuk vind. Als ik daar heel erg mee bezig ben. Dan, als ik bijvoorbeeld nu heel erg bezig zou zijn met de toekomst van ik wil een tentoonstelling in het MoMA of ik wil de grootste speelfilms maken voor Hollywood of zo, dan werkt niet. Ik moet het, ik heb op zich wel een toekomstbeeld, maar dus eerder moet ik het loslaten. Hè? Nu zit ik in een soort van ik moet mijn, hoe zeg je, make up your mind. Ja, je moet me afvragen hoe het nu verder gaat, maar dat is heel leuk met een prijs. Want je hebt eigenlijk heel veel aandacht door die prijs. En geeft me toch een bepaald soort rust om goed af te vragen wel hoe ik verder ga en te werken. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, de camera loopt. Zo, het Heineken team is net weg. En nu baal ik eigenlijk. Ze zijn net een minuut weg. Ze zijn net 5 minuten weg. En ik baal eigenlijk een beetje, omdat het team nu weg is. En ik ben vergeten te zeggen dat we samenwerken met een team. Dus mijn vrouw, mijn editor en ik, en misschien nog wel meer mensen, werken hartstikke hard samen aan alle projecten. Nu lijkt het net alsof ik alles in mijn eentje doe. Ja. Dat ben ik vergeten te zeggen. Daar baal ik enorm van. Dus als dit er nog even doorheen gesneden kan worden. Het zijn enorme teamverbanden waarmee we werken. Kunst maak je niet alleen. Vooral films niet, die maak je met z'n allen. Heel belangrijk.